Dag iedereen en welkom bij mijn kanaal. Ik ben Stijn en vandaag gaan we het hebben over de diode. Op deze slide tonen we verschillende uitvoeringen van diodes die je in de praktijk kan tegenkomen, met rechtsonder een afbeelding van een led of een diode die licht uitstraalt. Een diode die stellen wij symbolisch voor als een pijltje dat aangeeft in welke richting dat stroom kan vloeien. Deze component heeft twee aansluitingen. Aan het begin van het pijltje bevindt zich de anode en aan het einde van het pijltje de kathode. Als men aan de anode een positieve spanning aansluit en aan de kathode een negatieve spanning, kan er een stroom vloeien doorheen de diode. Wat doet deze component precies? Een diode die laat eenrichtingsverkeer toe in een circuit. Als we aan de anode een positieve spanning aansluiten en aan de kathode een negatieve spanning, zoals je ziet op de linkerfiguur, dan zal er een stroom doorheen de diode kunnen vloeien. Indien we dit omdraaien en we sluiten aan de kathode de positieve spanning aan en aan de anode de negatieve spanning, dan zal de diode alle stroom gaan blokkeren. Indien de diode alle stroom doorlaat en dus in geleiding is, spreken wij over forward bias. Indien anderzijds de diode alle stroom blokkeert en dus een sper is, spreken wij over reverse bias. Indien dat we een diode in forward bias schakelen, dan krijgen we dit circuit. Dit circuit bevat een voorschakelweerstand R1 die dat in dit circuit is geplaatst om de stroom te beperken. De anode van de diode is aangesloten op een positieve spanning en de kathode op een negatieve, zodat de diode in geleiding zou kunnen treden. Maar die gaat het niet zomaar doen, die heeft er wat energie voor nodig om zijn werk te kunnen doen. Dat energieverbruik van de diode kunnen we meten aan de hand van een voorwaartse spanningsval, die voor een gewone standaard diode gelijk is aan een 0,7 volt. Die voorwaartse spanningsval die noemen we ook wel de drempelspanning. Dit kunnen we grafisch voorstellen. Links toon de grafiek de stroom door de diode in functie van de spanning over de diode. De y-as beeldt dus de stroom door de diode af en de x-as de spanning over de diode. We zien aan deze rode lijn dat de stroom nul blijft, zolang de voorwaartse spanningsval over de diode kleiner is dan 0,7 volt, dus kleiner dan de drempelspanning die nodig is om de diode in geleiding te brengen. Spanning kleiner dan 0,7 volt, spanning kleiner dan drempelspanning, stroom is dus gelijk aan 0. Eens dat wij die drempelspanning bereiken, zal de diode in geleiding gaan en, zoals hier zichtbaar is, alle stroom gaan doorlaten. Bij reverse bias is de kathode aangesloten op de positieve kant van de voeding en de anode op de negatieve kant van de voeding. De diode is dus een sper en blokkeert alle stroom. Aangezien dat de stroom nul is, zal er volgens de wet van Ohm ook geen spanningsval gaan plaatsvinden over weerstand R1. Alle spanning zal dus over de diode gaan vallen, dus de spanningsval over de diode is gelijk aan de voedingsspanning. Indien we dit grafisch voorstellen, dan kan je zien dat de diode niet tot in het oneindige altijd alle stroom gaat tegenhouden. Indien die spanning over de diode te groot wordt, indien dat die gelijk wordt aan de doorslagspanning, zal die diode in geleiding gaan, maar die zal gewoon kapot gaan. Die zal in doorslag gaan, breakdown, en dus volledig alle stroom gaan doorlaten. Vanaf dat moment is die diode permanent stuk. We hebben nu twee grafische voorstellingen gezien van de diode, enerzijds in geleiding in forward bias, anderzijds in sper reverse bias. Onze diodekarakteristiek die geeft weer hoe de stroom vloeit en hoe groot de stroom is doorheen de diode. De diodekarakteristiek bestaat dus uit enerzijds de grafische voorstelling van forward bias, anderzijds de grafische voorstelling van reverse bias. Indien dat we deze twee dus aan elkaar plakken, krijgen we de volledige diode-karakteristiek. Met aan de rechterkant forward bias en aan de linkerkant reverse bias.